Meestal als je pauze hebt, heb je überhaupt, plan je überhaupt pauzes in op een dag? Voor mij is pauze nemen op een dag echt super belangrijk. Al moet ik zeggen, sinds ik veel bewuster vanuit volgorde speel mijn fysiek leven, is het minder noodzakelijk omdat ik veel minder in mijn mind zit. Maar dat gezegd hebbende, is nog lang niet iedereen op dat punt en heb ik het zelf ook nog steeds nodig. Dus naar buiten gaan is altijd super. Super helpend in pauzes. Omdat je eventjes weer, nou ja, wat ik in de vorige live klas ook heb gedemonstreerd. Je kan je dankbaarheid weer even voelen. En nu in dit moment ook gewoon kijken hoe prachtig het hier is. Gewoon even genieten van de zonnestralen. De lucht inademen. Oh my god, de lucht. En ik voel dus heel sterk dat ik even iets van yoga wil doen. Dan kan je denken, oh my god, waar ga je dit doen? En hoe ga ik dat ook nog eens vastleggen? Maar, ik zie hier een boom. Hilarisch. Ik loop hier. Met mijn Chanel tasje. Zit ik hier in de bosjes. Ga ik een live masterclass voor jullie doen. Laat eens even kijken hoe we dit gaan vastmaken. Oh, 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 oh. Oh, nee. Oké, jongens. Live masterclass gaat met vallen en opstaan. Oké, dat werkte niet. Hoe gaan we dit werkend maken? Dat is dan precies voor de camera. Ja. Oké. Jullie zien nu alleen mijn benen. Dat is een matter. Doe gerust mee. Als je voelt dat je mee wil doen. Ah. Ik ga lekker even zitten. Ah. Mensen denken bij yoga altijd allemaal ingewikkelde dingen. Voor mij is het eigenlijk alleen maar even gewoon stilstaan bij mijn ademhaling en bewust bewegen. En hoe blissvol is dat om een plek op deze te doen? Het paardje rijdt langs. Ik moet wel echt om mezelf lachen. Zit ik hier in de bosjes met mijn tassie. Maar die kon ik daar niet achterlaten. Oké. Als je mee wilt doen, ga lekker zitten. Lekker gewoon je nek een paar keer ronddraaien. Je hoeft maar helemaal niet te volgen hoor op dit moment. Je kan ook gewoon je eigen oefeningen doen. Het gaat gewoon even om met elkaar connecten. Dat je dit momentje gewoon even gebruikt. Om ook heel even te connecten met je lichaam. Hoef je er niet voor om te kleden. Helemaal niks ingewikkelds doen. Ik hou er gewoon van om altijd te voelen wat er vanuit mijn lijf gevraagd wordt. Weet je, waar heb ik behoefte aan? Het gaat niet over perfecte oefeningen. Ik hou echt van die diepe ademhaling. Dat je zo echt zo die hele ontspanning door je hele lijf moet gaan. Ach, love it. Oh, en jezelf gewoon even een massage geven. Hoe lekker is dat? Wat liefde in je handen stoppen.
Inner Circle traject. Misschien willen ze wel meedoen, misschien ook niet. I don't know. Wil je mee yoga? Huh? Ik zeg, wil je mee yoga? Je staat wel op de live masterclass. Hij is niet live live, maar hij wordt wel opgenomen. Om mensen te illustreren. Ik moet even mijn benen bij elkaar houden. Ja, dat wist ik al. De mensen aan het demonstreren wat de werkelijke betekenis van spirit is. Dat het gewoon doen is wat lekker voelt. De werkelijke betekenis van spirit. Doen wat lekker voelt. Ja, sowieso. Toch? Lekker ook. Ja. Ik had ook mijn benen wel eens kunnen scheren. Ja. Nou ja, ik heb mijn benen wel geschoren. Ik zei, het is heel hilarisch met mijn tasje. Met je Chanel. En mijn telefoon viel net. Oh. Ben je aan het opnemen? Ja, dat ja. Ik vind dit ook altijd heel lekker. Ja. Wat ik van vind, van vandaag. Ja. Lekker. Uh-huh. Ik voel me een beetje soort van uitgelaten of zo. Een soort van schaamte. We liggen hier aan schaamte. Oh, kijk ook. Oh, zo is zo. Ja. Oh, ja. Ik weet niet, gewoon een beetje. Ja. Als ik dan een beetje om me heen kijk, hoe zwaar en serieus iedereen het leven neemt, is het van, oh, het is ik bijna... Ik ga ook even hier aan ja. Je kruis zitten. Dat is een beetje soms een beetje aspas. We zijn gewoon een beetje, alleen maar een beetje zo aan het genieten de hele tijd. Ja, maar zo voelt het vandaag ook echt. Ja. Ook gewoon zo van... Niks is ergens ook belangrijk of zo. Nee. Nee. Zo voelt het een beetje van, ja... Ja. Het is toch allemaal goed en het komt allemaal toch wel goed. Dus ja. Waarom zouden we het dan zwaar maken in de meantime, zeg maar. Ja. Zo goed. En toch is soms mijn geconditioneerde mind die denkt van ja, zo, je bent echt super aan het genieten. Dat je denkt van, ja maar feit is, hè, dus je mind is toch altijd wel weer een soort van getriggerd om er iets van, inderdaad in de tussentijd je druk te maken over de dingen. Ja, ja. Maar feitelijk is dit het enige moment wat we hebben. Ja, daarom. Ja, dus ja. Wat voor zin heeft het? Alleen dat vergeten we eigenlijk iedere dag weer opnieuw. En dat is dan grappig, dat ik merk dan op zo'n dag dat ik dan denk, oh ja. Ja. Waarom zou ik me eigenlijk ook druk maken? Ja, want er is altijd eigenlijk feitelijk is er niks om druk over te maken als je alleen aan dit moment denkt, toch? Nou, zeker als ik hier zo in het gras ligt. De banjeren. Ja. Moeten we een oefening nog even doen? Nou, we hoeft helemaal niks. Het is gewoon chill. Even, die live masterclasses zijn eigenlijk veel meer om te laten zien van... Zeg maar, mijn doel is wel echt om mensen die echte werk, of de echte betekenis van spiritualiteit te laten zien. Dat ze allemaal denken van, oh ja, als je yoga heel netjes doet, of als je gaat mediteren, dan ben je heel spiritueel. Oh ja. Maar volgens mij zijn we spiritueel als we hier zo zitten. Sowieso. En gewoon onszelf zijn. Ja. Toch? Ja. Ja, en ergens ook niet spiritueel als je dus probeert te zijn wie je denkt dat je verwacht wordt te zijn. Ja, ja. In die podcast van vanochtend zei ik de mensen die, waarvan we denken dat die het meest spiritueel zijn, zijn misschien wel het minst spiritueel. Dat het geconditioneerde versie is. Zeg maar, bijvoorbeeld iemand die elke dag mediteert en vegetarisch eet en yoga doet. Dat is allemaal geconditioneerd. Dat is allemaal geen spirit. Misschien, tenminste, voor sommige mensen wel. Maar voor heel veel mensen is dat gewoon een geconditioneerde vorm die we hebben opgenomen. Ja. Ja, want yoga, dat is natuurlijk nu is het helemaal hip. Maar ja. Dat het bestaat natuurlijk ook al tot in een treurding. Ja. En dat was, had altijd echt een beetje zo'n geitenrolle sokken in de imago. Ja. Ja. Terwijl nu dat dan blijkbaar super hip is om rust in je hoofd. Ik wilde eigenlijk, jammer dat er niemand langs loopt, ik wilde eigenlijk aan mensen vragen wat is je
Waar denk je aan als je aan spirit denkt? Zitten jij zit er op te nemen. Wil je ook bij? Wil je ook op camera? Ja, we doen een beetje yoga. We zijn een live masterclass aan het opnemen. Okay. Waar denk jij aan als je aan spirit denkt? Ik loop door. Wat was je vraag? Waar denk jij aan als je aan spirit denkt? Aan spirit denk. Aan... Eerst wat er hier opkomt. Ja, vertrouwen was het woord. Oh, nice. Okay. Dat is eigenlijk wel bijzonder dat ik dat uitspreek. Ja, net zei je nog iets anders. Ja. Het is al een stap die wel gezet hebben. Ja, dat is al geheeld. Later. Yes. Dat ik zo benieuwd ben, stel dat we gaan aan 10 mensen op straat vragen, wat is jouw gedachte bij spirit? Ja. Wat denk je dat mensen zouden zeggen? Waar heb je het over? Denk je dat 9 van de 10 zeggen? Ja. Of dat ze dan zeggen, bedoel je spiritueel? Ja. Want spirit is denk ik niet echt een term die mensen kennen. Nee. Ja, dus wat ik heel erg zie om me heen is dat als we het hebben over spirit, mensen dan denken, oh ja, maar ik mediteer niet goed genoeg, of ik doe geen yoga, of ik ben niet zen genoeg. Maar dat is volgens mij, ik voel wel heel erg mijn missie dat ik hier ben om te vertellen wat de werkelijke betekenis is van spirit. En dat is zijn wie je bent. Ja. Dan komt de vraag, wie ben ik? Nee, ik denk dan eerder van... om echt die boodschap over te brengen, van weet je, waar het om gaat is zijn wie je bent. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Moeten we er dan allerlei termen aanhangen, zoals dat is spirit, of dat is mijn betekenis van spiritualiteit? Nee, hoeft eigenlijk ook niet. Nee, om het een soort van simpeler te maken. Ja. Dus wat stel je voor dan? Nou, dat de boodschap daar, dat gewoon alleen dat is. Mm-hmm. Dus, weet je, het leven gaat erom, is zijn wie je bent. Ja. That's it. Ja. En de manier waarop, boeit niet, want die past per definitie bij wie jij bent. Want daar gaat het over. Ja. Dus of jij nou yoga doet of mediteren of kan me niet schelen, koekjes bakken. Ja. Ja. Maar ik denk dus, tenminste, maar misschien is dat mijn geconditioneerde mind, door zeg maar van die begriptermen als spiritualiteit, creativiteit en genialiteit te pakken. Door dat dus te challengen en mensen te laten zien dat dat iets anders zou kunnen betekenen dan wat ze denken. Dat je een soort ingang creëert, snap je? Anders denken mensen, waar heb je? Ja, sommige mensen wel. Maar ik denk dat je ook heel veel mensen daarmee mist. Misschien wegduwt. Omdat die denken, nou spiritualiteit heb je weer zo. Heb je er weer zo. Of daar voel ik niks bij of zo. Ja. Omdat het zo'n, wat jij ook wel eens zegt, omdat het zo'n vervuild begrip is geworden. Ja. Maar hoe zou je dan, zeg maar... Ja, nou ja, zo'n filmpje als nu is dus gewoon zijn wie je bent. Dat is natuurlijk voor iedereen relevant. Ja, en dat is het leuke. Dat je dat gewoon mag delen. En dat je niet iets soort van hoeft na te denken of iets hoeft te... Hallo, mevrouw, mag ik u iets vragen? Waar denkt u aan als u het woord spirit hoort? Of spiritualiteit? Ja, spirit. Ja? Waar denkt u dan aan? Iemand die lekker actief is en dingen doet. Oh, ja. Mooi. Oké, super. Dank u wel. Oh, dat is ook een mooie. Dat is een perfect antwoord. Ja, want dan gaat het weer over wie je bent. Ja. Tenminste, zo interpreteer ik het dan. Oh, maar weet je het grappige is? Zij is iemand die actief is en nu aan het wandelen is. Ja. Ze bestrijdt gewoon zichzelf. Ja. Nou, dat mag. Ja, wat cool. Ik had een heel andere antwoord verwacht. Ja? Wat had je verwacht? Ja, dat ze daar geen antwoord op wist. Maar ze wist het meteen. Ja, leuk. Misschien is... Maar ik denk ook dat wandelen sowieso een supergoede activiteit is om een beetje uit je hoofd te zijn. Omdat je hoofd of je... Dat schijnt toch ook zo te zijn? Dat je, als je je lichaam bezighoudt met iets... Ja. Dat je dan je volledige hersencapaciteit gebruikt. En dat je beter kan nadenken of beter... Ja. Misschien ook wel beter met je contact met jezelf bent. Ja. Professor Scherrer was een van de mannen van wie ik vroeger op universiteit college ook kreeg. Oh, leuk. Ja, hij gaf neuropsychologie. Ja. Ik vond hem toen al leuk. Ja. En hij zegt ook dat je eigenlijk altijd bewegend, dat je in kantoren eigenlijk moet bewegen en wandelen, moet vergaderen en zo. Ja. Ik hoop ook gewoon ooit dat... Het werken, zeg maar, wat wij noemen als werken, dat verandert. Ja. Dat je van 9 tot 5 of
9 tot 6 op een kantoor zitten. Met z'n allen. Ja. Het is toch eigenlijk best wel een raar iets. Ja, het is allemaal bedacht ook, hè? Ja. En vaak vanuit een controle ontstaan. Zodat een werkgever ziet wie er allemaal is en wie dan aan het werk is. Ja. Ja. We zouden gewoon een hele nieuwe wereld kunnen creëren als we andere regels gaan bepalen. Want geld is ook maar, zeg maar, dat hebben we met we hebben allemaal een lijden op geld, toch? We hebben allemaal een lijden op geld. Tenminste, het is allemaal, ons geluk is allemaal geconditioneerd op geld. Ja. Maar als we met z'n allen zouden bedenken dat dat er niet meer zou zijn. Dat je geen geld, ja, wat zou er dan gebeuren? Ja, dat gaat niet gebeuren, omdat heel veel mensen... Als er geen geld is? Of als het geen rol speelt? Zou er geen geld zou zijn? Sowieso is dat een leuke vraag, hè? Wat zou je doen? Wat zou je dan doen, zelf? Ja. Want dan is dat er niet, dus je hoeft ook niet zorgen te maken over of het er wel is, want het is er niet. Maar kan je dan zou je dus gewoon alles wat je wil, zou je dan kunnen... Ja, je kan ook niets meer kopen, want het is geen geld meer. Nou ja, ruilen of geven, krijgen. Nou ja, dus dat je gewoon iets doet voor een... Ah, waar we het vanochtend af hadden, dat je iets doet voor een ander om iets terug te krijgen. Dus stel ik zeg, ik wil heel graag jouw schoenen. Dat ik dan zelf kijk van, oké, wat zou ik jou daarvoor in return willen geven? Je blijft dus wel altijd in het geven en het nemen zitten. Ja, ik vind niet dat het dan transactioneel moet zijn. Nee. Dus eigenlijk zou je ook een soort van onthecht moeten zijn van al die spullen. Dus dat als jij zegt, ik wil jouw schoenen, dat ik dan zeg, oh, nou, ja, oh, hier, ik wil ze je graag geven. Ja. En wat als je ze dan niet wil geven? Dat je ze zelf heel mooi vindt. Ja, dat is dan ook oké. Okay. Ja. Want als die schoenen echt zijn voor mij heel erg voor wie ik passen bij wie ik ben. En daar geloof ik heel erg in. Ook met kleding, dat je dat heel erg kan bekrachtigen. Ja. Dan is dat ook oké okay en goed. En... Maar het is net zoals met het vragen van hulp, hè, of stellen van vragen. Als het antwoord nee is, of ik kan je die hulp niet geven, is het ook goed. Ja, als je maar antwoord geeft. Ja, en als je maar vraagt, überhaupt. Ja. Want dat is ook wat heel veel mensen niet doen. Ik vond het wel grappig dat ik vanochtend die vraag stelde, als het antwoord ja is op je vraag. Als je zeker weet dat het antwoord ja is. Ik was de enige die echt om iets materialistisch volgens mij vroeg. De rest vroeg allemaal om... Ik denk dat daar ook wel iets in zit dat we het ook geconditioneerd best wel lastig vinden om... Tenminste, ik weet niet hoe dat voor jou zit, maar ik heb het de hele tijd heel lastig gevonden om ook dan echt om iets te vragen, weet je, om een miljoen euro te vragen. Dat je denkt van ja, oké, maar ben ik echt zo materialistisch dat ik daar om ga? Weet je, daar zit dan meteen weer een oordeel op heel vaak. Ja. Ik vind dat niet zo moeilijk, denk ik. Maar dat kwam gewoon nu niet naar boven. Nee, nu was het gewoon, weet jij, dit is gewoon wat voor jou nu belangrijk is. En ik denk wel ook dat overvloed in alle vormen, op elk gebied, dat er wel uiteindelijk ook achter zit. Dat als ik weet dat ik dat krijg wat ik wilde, dat uiteindelijk dat ook sowieso zal volgen. Dat soort van onvermijdelijk is dat dan ook komt. Ja, en voor mij is die ook wel precies andersom. Dus als ik om een miljoen vraag, weet ik ook dat al het andere eraan vast zit. Ja. Ja. Wat wil je? Filosoof moeten worden. Misschien zijn we wel gewoon filosofen. Filosoof van het leven. Ja. Ja. Nou, iemand die ik goed ken, die is filosoof, die zal nu vast heel hard gaan lachen. Wat denk je? Vinden jullie dat filosofie? Barbaarse filosofie. Het gaat helemaal nergens. Waar zijn de Socratische vragen? In mijn vorige werk deden we wel eens van die filosofische workshop. Die organiseerden we dan. Oké. Okay. Dat was altijd wel boeiend, maar ergens vond ik het ook soms zo... Ver gezocht? Ja, soms voor mij ver van mijn bed. Of ver hoe zeg je dat? Ver gegrepen? Nee, ja. Ja, ver gezocht of zo. Ja.
Ja, ik weet niet waar ik heen wilde met deze live class, maar misschien moeten we wel op donderdag een live interview. Gewoon elke donderdag. Ik heb een live masterclass, maar het is ook leuk om gewoon van die live filosofie momenten te hebben. Ja, dat is heel leuk. Oh, dat is heel leuk. Gewoon af en toe iemand in de gewoon zitten gewoon en gaan gesprek praten. Hebben. Ja. Ja, dus dan ben je de eerste. Yay. Nou, leuk. Heel cool. Ja. Dat is wel aan mijn besteed, hè. Wel... Is er iets nog ook wat je voelt dat je soort van wil overbrengen? Ja. Nou, waar ik gewoon nieuwsgierig naar ben, is als mensen nu aan het kijken zijn, wat ze, gewoon wat een welk inzicht ze hebben. Gewoon door te luisteren. Je bent gewoon benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Ja, dus nee, echt even serieus. Deel even je inzicht. Dat vind ik echt. Ik blijf altijd zeggen, want het is wel een soort van wederkerigheid. Wij gaan hier gewoon zitten, ons ding delen. Je bent aan het kijken, als je nu nog steeds aan het kijken bent, deel dan ook even wat je belangrijkste inzicht is. Kan ook dat je iets heel anders noemt dan waar wij het over gehad hebben. Maar alles is energie, dus het kan ook wel zijn dat onze energie gewoon ergens toe geleid is. Ik ben gewoon benieuwd. Wat is jouw belangrijkste inzicht naar de einde van dit gesprek? Nou, ik denk wat ook heel erg een resultaat is van vanochtend, maar ook waar wij het net over hadden, is dat ik eigenlijk aan iemand die dit nu kijkt, aan jou, zou willen vragen van oké, als jij echt jezelf bent, wie zou je dan zijn? Of wat zou die persoon dan doen of niet meer doen? Dat vind ik wel een hele boeiende vraag. En tegelijkertijd een moeilijke vraag misschien. En is dat ook je inzicht? Je belangrijkste inzicht? Of was het iets wat je van de kijkers wilde weten? Ja, wat ik aan de kijkers zou vragen, of om daar eens over na te denken. Maar denk ook voor mij gewoon een inzicht van daar gaat het uiteindelijk over. Dat ja. we kunnen heel veel dingen bedenken, opfluffen, gebakken lucht verkopen en praten. Maar uiteindelijk ja, komt het gewoon daarop neer. En je hebt maar één leven. Ja. In ieder geval eentje die je nu bewust meemaakt. Je hebt nu, niet. Ja, 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 precies, ja. Waar je nu in bent. Ja. En een hele goede vriendin van mij, zij is echt super wijs. Ze had mijn moeder kunnen zijn, zegt ze ook altijd. Is ook zo. Maar zij zegt altijd heel mooi van... het enige wat we niet kunnen vermeerderen is tijd. Weet je, al het andere kan je vermeerderen. Geld, relaties, creativiteit... klanten, ja. Werk, huizen, wat je maar wil. Ja. Maar van tijd win je het gewoon niet. Dus wat doe je dan met de tijd die je is gegeven? Ja, mooi. Heel mooi. Ja, dat is een leuke. Stel, hè, wij zitten hier en we zijn 90. Zijn twee van die oude bestjes. Ja. Hoe wil je dan op je leven terugkijken? Dat is ook meteen mijn statement die ik elke dag tegen mezelf zeg. Ik leef mijn legende 100% van de tijd. Oké, okay, maar wat is dat dan? Dat ik echt volledig ben wie ik ben. Ja. En dus doe waar ik me toe compelled voel, zeg maar. Dus zoals nu, dat ik echt gewoon voel van, weet je, ik wil gewoon die camera aanzetten en kijken wat er ontstaat zonder na te denken. Het liefst, ik zou het ook heel chill vinden als ik gewoon gevolgd zou, als mijn leven gewoon gevolgd zou worden en dat mijn legacy zou zijn. Snap je? Dat ik gewoon gevolgd word in wat ik doe. Dat ik de hele dag gewoon een beetje hardop kan praten en mensen kan meenemen in een proces, lijkt me heerlijk. Maar dus gewoon echt mijn legacy leven en weet je, ik hou van mooie spullen. Dus ja, dat ik gewoon iets moois koop, dat ik, als ik iets zie wat ik, dus mijn spiritlijst is dus ook, als ik iets zie wat ik mooi vind, koop ik het ongeacht de prijs. Ja. Ik geef alles ongefilterd door. Dus alles wat ik doorkrijg van spirit, geef ik ongefilterd door. Dus mijn instructies naar verlicht leven is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Of mijn meditaties, die soms natuurlijk super diep gaan. Geef ik gewoon ongefilterd door. Dat ik echt geniet van het moment. Dus als ik met jullie ben, dat ik echt van jullie geniet. En als ik met Bonk en Maurice ben, dat ik van hun geniet. Dus dat ik echt in het moment leef. Ja. Dat ik zeg maar gewoon laat zien dat ik mijn leven leef. En daarmee hopelijk anderen inspireer. Om ook een leven te leven. Op hun unieke manier, hè. Dus niet als kloon van mij. Ja. En
als je, ik weet dat je nu aan het zoeken bent naar, of dat alles eigenlijk weer open is, nu je die keuze hebt gemaakt om niet meer in je rol als coach te blijven. Maar stel, hè, we zijn 90 en je zou terugkijken, is er dan iets wat je echt super cool zou vinden als dat is gebeurd in je leven of iets wat je hebt gedaan? Of... Sowieso. Ja, het is nog wel heel erg geconditioneerd, denk ik hoor. Maar mijn boeken, dat die overal in de wereld liggen. Ja. Dat er schoolsystemen zijn die werken volgens de roosformule. Ja. Dat er andere ziekenhuizen, zeg maar dat ziekenhuizen niet meer bestaan, maar dat er love homes zijn. Ja. Ja. Dat soort dingen. Dat soort kleine geetjes. Kleine geetjes. Je bent zo lekker bescheiden. Zo, ja, dat zou ik wel tof vinden. Ja, cool. Dus wel, weet je, dat je, dat er ook, dat je echt een legacy achterlaat. Dat ook als ik er over 2000 jaar niet ben, dat mensen nog steeds weten waar de roosformule voor stond. En wat ik wel belangrijk vind terwijl ik dit uitspreek, is dat ik wel, zeg maar, dit zijn mijn dromen. Maar niet iedereen heeft zulke achterlijke grote dromen. En dat is ook niet per se, maar daar heb ik altijd een soort van, mensen denken soms, oh ja, maar ik heb niet dat soort dromen. Maar dat is juist de kunst. We hebben allemaal onze eigen dromen. Zeker, maar dan kom je weer terug bij zijn wie je bent. Ja. Dus jij, met je dromen. Als we 90 zijn? Ja. Ja, dat is eigenlijk wel heel leuk, want waar ik was best wel een beetje aan het puzzelen de laatste maanden. En waar ik nu elke keer bij terugkom, is gaan staan voor wie je bent. Mm-hmm. Dus niet alleen zijn voor wie je bent, maar er ook voor durven uitkomen. Oh, die zichtbaarheid waar je nu nog mee bezig bent. Ja, want voor mij is het heel erg, het is een innerlijk proces, maar vervolgens mag het ook naar buiten. Een uiterlijk proces zijn, wat ook zichtbaar gemaakt mag worden. Want voor mij is dat soort van wel een soort essentiële, belangrijke stap om het ook zichtbaar te maken, omdat je daarmee en anderen kan inspireren om dat ook te doen. Ja. Wat jij zegt, dat je het voorbeeld kan zijn. Ja. En omdat ik geloof dat we allemaal een bepaalde impact mogen maken met de tijd die we hier hebben. Wat het dan ook is, hè? Ja. Of dat nou groot of klein is. Maar daarvoor is denk ik wel belangrijk dat je het vervolgens ook zichtbaar maakt in jouw vorm. Ja, vind ik heel mooi, want dat is natuurlijk ook wel waar wij steeds over hebben, over die charity. Als je het alleen maar voor jezelf doet, dat is dus volgens mij niet dat is voor mij in mijn opzicht niet de bedoeling. Maar moet je het ook echt delen met de wereld, in welke vorm je dat dan ook doet. Ja, want weet je, we hebben het wel eens over, weet je, de wereld verbeteren en de collectieve energie omhoog en allemaal van dat soort mooie dingen. Maar dat kan je niet alleen. Nee. Want het collectief zegt al dat het collectief is. Ja. Dus ik denk, door op te durven staan voor wie je bent, waar je in gelooft, wat je wil, inspireer je anderen en geef je ook anderen de mogelijkheid om bij jou aan te haken. Ja. Dus als mensen dit zien en denken, wow, ik vind die zo echt super tof mens. Weet je, join the movement op jouw manier. Ja. Dus dat is wel dat laatste stukje van ook ervoor durven te gaan staan. Ja. Is wel voor mij essentieel. Wat laat je dan achter als we 90 zijn en we kijken terug? Nou, ik hoop dat ik gewoon heel veel mensen daar bewust van heb mogen maken en letterlijk heb mogen laten opstaan. En concreet, fysiek, wat kan ik fysiek dat zien? Nou, ik denk dat ik heel veel content achterlaat met talks en workshops en dat soort vormen. Misschien wel een boek. Waar ook weer volgende generaties weer zich kunnen laten inspireren. Mooi. Heel cool. Ja. Ik ben wel benieuwd de oefening die we straks gaan doen. Of we dan nog op nieuwe vormen komen. Ja. Ja, en ook de oefeningen. Ik weet natuurlijk wat voor oefening ik ga doen. Ja. Maar wat andere gaan doen. Ja, ik ben heel benieuwd. Cool. Ja. Zullen we terug gaan? Ja. Ja, nou vet. Een nieuw idee is geboren. Ja.
Ja, en dat is het grappige. Het is eigenlijk helemaal niet een nieuw idee. Nee, het is helemaal niet een nieuw idee. Want ik voel dit eigenlijk al heel lang. Alleen nu kan ik het helder zien en snappen waar het over gaat. Ja. Kijk, komt een libelle aan. Maar ook een nieuw idee voor mij om gewoon zo te gaan zitten en dan het gesprek aan te gaan met iemand. Oh zo, over ja. Spirit. Ja. Of over, ja, over het leven. Ja. Gewoon levenstalks. Life talks. Congruity life. Ja. Cool. Daar gaat het over. Ja. En dan sluiten we af met het liedje. Life is life. La, la, la. We hebben net ook met liedjes. Ja, en we hebben vandaag ook al gedanst. We doen allemaal rare dingen vandaag. Heel raar om te dansen. Nou, het fijne is dat ze nooit meer de kans krijgen om hier aan mee te doen. Ja. Ja. Dus dat dit ze bespaard wordt. Ja. Nee, helemaal niet. Maar deel wel je belangrijkste inzicht. Dat vind ik wel heel leuk. Ja. Want dat is wel echt weer elkaar aansteken. Ja. Cool.